Glennis Grace vormt samen met Berriette Lewis, Candy Dulfer en Edcilia Rombly een zangkwartet genaamd Ladies of Soul. Het is de bedoeling dat ze in september 2 keer in de Ziggo Dome staan, maar je kunt je afvragen of de mensen wel willen applaudisseren voor iemand die naar verluid klappen verkoopt aan vakkenvullers. Voor de camera van Shownieuws wilde Berriette niet zeggen, maar achter de schermen wordt er flink overlegd tussen de 3 dames waarmee Glennis in het zanggroepje zit. Er wordt gefluisterd dat sommige Ladies of Soul, met wie zij samen optreedt, hun twijfels hebben of Glennis nog wel kan terugkeren in het illustere kwartet, schrijft Weekend. Edcilia Rombly reageerde eerder nog afwachtend op de vraag of Glennis nog wel lid kan blijven van de Ladies of Soul. We zijn nog niet op dat vlak, we zijn nog aan het achterhalen, wat is er gebeurd? We wachten echt af tot we horen wat er nou echt aan de hand is, want het is allemaal echt super vervelend. Het is volgens de Weekend echter veel zeggen dat het Instagram-bericht waarin Glennis aangaf niet schuldig te zijn, geen likes heeft gekregen van de andere Ladies of Soul. De enige BN'ers die de post van Glennis liketen, waren Carlo Boshart en Tanya Jess. Carlo vindt dat zijn goede vriendin Glennis veel te hard wordt aangepakt door de media. Toen Glennis Grace vrijkwam na een vermeend gevecht in de Jumbo, werd er bij RTL Boulevard gedaan of seriemoordenaar Jack the Ripper herleefde en de stad opnieuw onveilig maakte. One step in, one step, 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 one step